Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je de veel producten van november en december zien. Het voelt alweer als even geleden, vooral die producten van november natuurlijk, maar ik heb de producten bij elkaar geraapt. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik niet fijn vond van november en december, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste product wat ik heb, dat is een mascara van Essence. En dat is de I Love Extreme Crazy Volume Waterproof Mascara. En dat is deze. Deze mascara is best wel populair, want ze hebben meerdere varianten hiervan in het assortiment van Essence zitten. En er kwam niet zo lang geleden een waterproof mascara bij. Hij belooft dus ultra zwart te zijn en mega volume te geven. En uiteraard waterproof te zijn. Nou, dit is het borsteltje. Het is niet echt een borsteltje waar ik definitief heel erg blij van word. Want ik hou niet zo van het materiaal van dit borsteltje. Maar goed, dat is een hele persoonlijke keuze. Ik had de mascara sowieso ook even uitgetest door hem aan te brengen en met water te testen. Maar ik merkte al meteen dat hij heel erg ging uitlopen. Dus waterproof was die voor mij al niet, omdat die toch heel erg wegliep. Ook de volume die die zou moeten geven, die vond ik toch wel heel erg tegenvallen. Het was niet dat ik dacht van wauw, wat heb ik hier echt een mooie wimpers van gekregen. Dus dat vond ik wel een beetje tegenvallen. Ja, vooral omdat die waterproof beloofd te zijn en die dat dan toch niet is. Dan denk ik van ja, als mensen hiermee zouden gaan zwemmen of in een regenbui zouden moeten lopen, gaat die mascara dat gewoon niet overleven. Dus nee, ik vond het geen aanrader omdat hij dus en de volume niet gaf, maar ook echt niet waterproof is. En dat is altijd wel heel erg jammer. Dan heb ik van Catrice de Nude Drop Tinted Serum Foundation en dat is deze. Ik heb hem in de lichtste kleur, de 001. Hij is er in diverse kleuren. En dit is dus zo'n product wat je aanbrengt en wat eigenlijk ook een serum is, maar ook je gezicht mooi glad zou maken. Het werkt eigenlijk met een pipetje. Ook heel erg geschikt dus voor mensen die niet van een dikke laag van foundation houden. Ja, want er zijn best wel veel mensen die het gevoel hebben dat je hele gezicht dan vol zit. Dit is de swatch, wat er op zich goed uitziet. De kleur past goed bij mijn gezicht. Dat is heel fijn. Maar ik vond het gewoon heel erg tegenvallen. Want ik had hem aangebracht op mijn gezicht. En ik vond de dekking gewoon niet mooi. De dekking is heel erg licht. En ik vond gewoon niet, omdat ik soms regelmatig best wel last heb van wat rode plekken op mijn gezicht, die werden gewoon niet gedekt. Ik heb wel bewust gekozen voor de lichte kleur. Dus het trouwens hyaluronic acid en vitamine E verwerkt. Omdat ik gewoon weet dat dat het beste bij mijn gezicht past. Maar ik vond de dekking gewoon ja, te minimaal. Waardoor ik er alsnog een foundation overheen aan moest brengen. En ik had gehoopt dat het zowel serum zou zijn en dus ook mijn gezicht zou dekken. Maar dat deed hij niet. En daarom was ik er toch wel een beetje teleurgesteld in dat hij dat niet deed. En had ik er toch wat meer van verwacht dan dat hij uiteindelijk dus deed. Er zit vooral veel essence in, kan ik je vertellen. Dan heb ik hier een lippenbalsem. En deze komt uit de trend editie van Emily in Paris. En dat is deze. Hij heeft de naam 01 Paris Jadore gekregen. En hij ziet er echt super schattig uit. Want dit is de lippenbalsem. Twee gevulde hartjes met lippenbalsem is natuurlijk super schattig. De structuur is zo stroef die erin zit. Ik heb hem even geswatcht, maar ik denk niet dat je dit gaat zien. Ik heb hier uiteraard ook al een uitgebreide video over opgenomen. De structuur die is zo stroef. Je krijgt hem bijna gewoon niet uit het hartje. Waardoor je hem eigenlijk gewoon niet lekker kunt aanbrengen. Het beetje wat je kunt aanbrengen. Nou, als je dat op een gegeven moment dan hebt gedaan,
gaat het wel, maar ik vond niet dat mijn lippen hier zacht van werden of dat ze gevoed werden. En ja, ik vind het toch altijd wel belangrijk dat een lippenbalsem mijn lippen ook echt zacht maakt. Maar dat deed deze niet, dus daarom vond ik deze niet geschikt, eigenlijk niet fijn, hoe schattig die er ook echt uitziet qua uiterlijk. Dan heb ik van Catrice de Smoother Plumping Primer Concentrate. En hier zit Vegan Collagen in. En dat is deze. In een tubetje. Deze zou de fijne lijntjes in je gezicht wat opvullen. Als je deze zou aanbrengen. Althans een beetje voor doezelen. Want het is natuurlijk tijdelijk. Ik bedoel, als je het echt wil laten verdwijnen. Dan moet je natuurlijk wel echt grovere stappen nemen. Maar hij zou in ieder geval de fijne lijntjes voller laten lijken. Zodat je ze minder zou kunnen zien. Nou ja. Ik bracht hem aan en het is eigenlijk een beetje een transparante substantie die eruit komt. En ik bracht dit aan, maar ik zag letterlijk niks gebeuren. Ik vond niet dat de lijntjes die ik graag wat voller gezien zou hebben, opgevuld werden met de primer. En daarvoor wilde ik hem toch wel graag proberen. En ik bedoel, dan denk ik, ja, ik heb genoeg primers in mijn stash zitten, maar als je echt ook aankondigt dat je gezicht er gladder uit zou kunnen zien en dat de fijne lijntjes wat voller zouden lijken en dat gebeurt niet, nee, is het voor mij in ieder geval geen succes, dus ik zou hem niet aanraden daarom. Dan heb ik twee producten uit de limited editie van Essence, dat was namelijk de Merry Christmas My Dear collectie. Ook deze heb ik uitgebreid gereviewd in een video. De video is terug te vinden op mijn kanaal, mocht je daar nog behoefte aan hebben, maar de collectie is inmiddels ook al niet meer te koop. Ik begin met de Jumbo Highlighting Crayon Pen met de naam 01 Let It Glow My Dear. Die ziet er zo uit. Het is dus zo'n pen die je een beetje zou kunnen eigenlijk zou kunnen gebruiken bij de ogen om de bol een beetje op te lichten. Je kunt hem omhoog draaien door aan het mechanisme te draaien en dan komt hij dus omhoog. Het leek mij leuk om deze wat op mijn ooglid te gebruiken en aan de binnenkant van mijn oogleden. Of eigenlijk zo aan de binnenkant van de hoekjes en op mijn onder mijn wenkbrauw. Zo ziet de swatch eruit. En waarschijnlijk ga je het al zien, hij is heel minimaal. Op mijn hand lijkt het nog wel wat. Maar toen ging ik hem op mijn oog aanbrengen en je zag hier letterlijk helemaal niks van. En ik dacht, het is wel leuk om een beetje op het bewegende ooglid aan te brengen. En nou ja, goed, dat zag je al niet. En ook die binnenkant van die ooghoek en op het wenkbrauwbot zag je het niet. Dus nee, ik vond dit niet echt een heel fijn product. Deze collectie viel me een beetje tegen helaas. Dus nee, deze vond ik gewoon absoluut niet fijn. Omdat hij gewoon te weinig pigmentatie had. En dat was wel jammer. Het volgende product daarentegen uit diezelfde lijn, dat is de Liquid Blush en dat is deze. Met de naam, daar moet ik toch even het zaklampje voor hebben, want het is zo klein, ik kan het gewoon bijna niet lezen. 01 Hey Dear You Look Cute. Als we het net hadden over te weinig pigmentatie, zijn er ook producten die te veel pigmentatie hebben en dat is deze. Het is dus een blush. Een liquid blush. Hij heeft dus eigenlijk een vrij korte sponsapplicator waarmee je de blush aanbrengt. Ik ga hem gewoon even swatchen op mijn hand. En dan kun je eigenlijk al direct zien hoe de pigmentatie is. En ik schrok hier echt letterlijk van. Want dit is de pigmentatie. Nou, op zich zeggen we normaal altijd pigmentatie is goed. Daar houden we van. Maar dit was echt wel te veel pigmentatie. Ik bracht deze aan op mijn gezicht. En nou, het was net of dat ik een klap in mijn gezicht had gekregen. Zo roze zag ik eruit. Toen ging ik hem blenden. Het werd alleen maar erger. Het werd één grote roze vlek op mijn wang. Dus
te gepigmenteerd. Misschien heb ik iets te veel gebruikt. Maar het is zo gepigmenteerd dat je het ook gewoon niet mooi weg kunt blenden. Ik heb er echt heel veel moeite mee moeten doen om hem weer te kunnen coveren met foundation. Dus nee, deze was gewoon te gepigmenteerd. En ik vond het resultaat zag er gewoon niet natuurlijk uit. Veel te heftig. Dus daarom vond ik deze ook helaas niet fijn. Dan heb ik uit de limited editie van Catrice de Magic Christmas Story 2 nagellakjes. Dit was ook een kerstcollectie. En dat zijn deze twee. En ik heb hier allereerst de kleur C03 Land of Sweets. En dit is een mooie rode kleur, wat normaal heel goed past bij kerst. Hè. Rood vind ik wel echt een kerstkleur, groen ook wel. Maar rood heeft toch altijd wel een beetje mijn voorkeur. Heel basic kwastje heeft hij. De kleur is echt prachtig. Het is een hele mooie nagellak, maar hij chipte zo snel. De nagellakjes waren niet super goedkoop, want ik geloof dat ze nog wel... Ja, volgens mij 4-5 euro waren. Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. En ik bracht het dan aan. Nou ja, en ik had echt letterlijk, ik breng het 's avonds aan. Nou, de volgende dag had ik al chips. Zonder dat ik er echt iets mee had gedaan. Hè? Want ik doe eigenlijk alles met handschoentjes aan. En toch wist hij te chippen. En dat viel me zo tegen. Dat ze zo snel chipte. Dat het dan voor mij al snel is van... Ja, dat is gewoon niet fijn. Weet je, vooral voor... Oké, misschien is 4-5 euro voor een lakje niet zo heel erg duur. Maar in vergelijking met wat ze een paar jaar eerder kostte... Vind ik dat de prijs best wel gestegen is. En ik heb echt wel... van Catrice nagellakjes die echt goed blijven zitten. Die in de lagere prijskategorie vielen. Maar voor de prijs en dan zo snel swatchen. Dat viel mij toch een beetje tegen van een merk als Catrice. Ja, en dat gold eigenlijk hetzelfde voor die blauwe. Want ik vind het kleurtje echt super leuk. Het is echt een heel leuk glitterkleurtje. Het is een beetje een transparante glitter. Maar met twee laagjes heb je echt een hele prachtige dekking. Maar het is toch weer die swatch... of de chips die het dan niet goed doen. Ik kan het misschien nog even laten zien dat het een beetje transparant is. Maar ik weet niet of het heel goed overkomt. Maar het chipt gewoon te snel. En dat viel mij gewoon heel erg tegen. Waarvan ik toch zoiets had van nee. Daarom vind ik ze toch niet fijn. En dat vind ik toch wel heel erg jammer. Want ook dit kleurtje was echt fantastisch. Maar vanwege de chips was het voor mij geen succes. Dan ben ik toe aan de twee laatste producten. En deze komen ook uit een trendeditie van Essence. Namelijk de Pink is the New Black. En ik heb hier allereerst de Color Changing Blush. Dit was zo'n collectie waarin alle producten zwart waren. En dus naar roze zouden kleuren. Deze heeft de naam 0112 Pink. Het is dus een blush. En zo kun je hem goed zien. Hij is dus zwart van kleur. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, zie je echt wel dat er al wat lichte kleuren in zitten. Want je ziet wat roze kleuren in komen. Want je ziet heel goed dat ik die ingedipt heb. Kijk, ik kan hem nu aanbrengen. Maar ik vind hem ook al heel stroef. Hij brengt heel stroef aan. De structuur is gewoon heel erg stroef van deze blush. Ik kan hem nu wel swatchen. Maar kijk, zo ziet hij er dan uit. Heel licht. Te licht. Weet je, deze had dan weer echt te weinig pigmentatie. En ook omdat de structuur zo stroef is, kun je hem gewoon niet eigenlijk fijn aanbrengen. En dat is gewoon heel erg jammer, want het concept zou heel goed kunnen werken. Maar ja, omdat het dan toch werkt met de pH-waarde van je gezicht, wat leuk is. Want bij iedereen zal die er anders uit komen te zien. Maar met zo'n stroeve textuur als deze blush is gewoon bijna niet te werken. Dus deze vond ik ook niet fijn. En ook uit die collectie heb ik de Color Changing Lip Glow. Dat is deze. Die zag er ook wel heel erg mooi uit. Heeft de naam 01. The Pink is Yet to Come. En ja, dit was dus gewoon een lip glow. Als je heel goed kijkt, ziet hij er meer zwart-grijs uit. Die zou dus ook roze kleuren op de lippen. Maar ook hiervan was het resultaat echt heel erg minimaal. Je zag het bijna niet terug. En ze hadden meerdere lipproducten in deze collectie die dan wel fijn waren. Ik heb hem hier even aangebracht. Hij ruikt wel heel lekker, maar je ziet echt dat hij heel licht roze kleurt. En ik weet gewoon dat de pH-waarde normaal gesproken in mijn lippen best wel hoog is. Want ik heb echt wel diverse producten geprobeerd met die op pH-waarde werken, die echt heel goed werken. Maar deze producten die kleurden gewoon bijna niet roze. En ik had toch een wat rozer effect verwacht dan dat hij gaf. Dat is heel erg jammer.
Nou, dan waren dit de producten die ik helaas niet fijn vond van zowel november als december. Ik ben benieuwd of jij ook een van deze producten hebt getest en of dat jij misschien wel enthousiast bent op deze producten of dat je misschien mijn mening ook deelt. Ja, misschien had je een van deze producten willen proberen en denk je in aanleiding van deze video, dat ga ik er niet meer aan uitgeven, het geld. Misschien wil je het alsnog proberen. Dat is natuurlijk een persoonlijke keuze die je kunt maken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!